Voordat ik start, een heel kleine disclaimer. Ik ga jullie meenemen in het verhaal van postcodegeneeskunde. Echt goed gedegen onderzoek naar postcodegeneeskunde ken ik niet en zal ik dus ook niet laten zien. Ik laat wat snapshots zien uit de onderzoeken die er wel zijn gedaan. Nuancering zou daarbij op zijn plaats zijn, want interpretatie van dat soort gegevens is echt niet zo heel erg makkelijk. Maar omwille van de tijd ontbreekt die nuancering nogal in mijn verhaal, dus dat jullie het vast weten. Ik praat er later natuurlijk graag over verder tijdens de borrel. Wat jullie hier zien is een uitkomst van een onderzoek geleid door professor Karin Uyl. En het onderzoek is uit 2015. Wat je kan zien is dat voor een bepaald middel bij borstkanker in Groningen patiënten dat middel veel vaker krijgen dan in Drenthe. Er is hier gecorrigeerd voor het aantal patiënten, dus daar is al rekening mee gehouden. Hier was een factor van 6,8 verschil, dus dat is echt wel aanzienlijk. Nou, dit is nou echt een klassiek voorbeeld van postcodegeneeskunde. Nou, wanneer hebben we het nou over postcodegeneeskunde? Eigenlijk zegt het alleen iets over dat er verschil in behandelingen is per regio. Nou, is zo'n verschil nou per definitie erg? Nou, dat hoeft natuurlijk niet. Stel dat je verschillende behandelopties hebt, die allemaal min of meer even effectief zijn, dan kan het gewoon zijn dat ze in een bepaalde regio, noem maar Groningen, voorkeur hebben voor dat ene bepaalde middel bij borstkanker ten opzichte van Drenthe, waar met patiënten een ander middel krijgen. Dat is dus niet per se een heel groot probleem. Maar in de studie die je net zag, hadden ze bepaalde criteria genomen. Zo moest het geneesmiddel al minimaal 12 maanden beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Dus dat betekent dat er al een goede kans moet zijn geweest voor artsen om gewend te raken aan dat middel. Het geneesmiddel moest beoordeeld zijn door het Zorginstituut en ook positief beoordeeld zijn door de commissie BOM. Dus de beroepsgroep moest erachter staan. Een ander voorbeeld is dat dit geneesmiddel ook het enige in zijn klasse moest zijn. Er was dus op dit vlak niet echt een alternatief. Wat je dan dus zag in dit onderzoek is dat het niet zomaar een toevalligheid was of het feit dat behandelaren nou eenmaal een andere voorkeur hebben. Daar speelt iets anders. Wat het dan is, is best wel moeilijk om echt goed in kaart te brengen. Ze hebben niet alleen dit middel onderzocht, ze hebben meerdere middelen onderzocht. Hier is nog een ander voorbeeld, een middel bij prostaatkanker. Ook hier zie je weer, Gelderland en Groningen krijgen de patiënten dat middel heel vaak en in Drenthe niet. Nou, wat zegt dat nou? Wat ik al zei, die interpretatie is best wel lastig, maar de conclusie uit dit onderzoek van de onderzoekers zelf was dat deze variatie duidt op een verschil in toepassing van en mogelijk de toegang tot oncologische innovatieve geneesmiddelen. Die postcodegeneeskunde is natuurlijk niet ontstaan in 2015. Dat kwam al eerder in het nieuws. Ik neem jullie mee door de tijd in wanneer postcodegeneeskunde in het nieuws was. Het verbaasde mij best wel, want ik was natuurlijk wat onderzoek aan het doen om deze presentatie te kunnen geven, dat er postcodegeneeskunde niet enorm vaak in het nieuws komt. Kan ook zijn dat er natuurlijk helemaal geen problemen zijn. Maar wat je ziet eigenlijk in de onderzoeken die wel gedaan zijn, waren overal die problemen wel. Dus waarom dat toch niet zo in de aandacht is, ik weet het niet. Een reis door de tijd. Dit onderzoek is voor veel mensen denk ik bekend. Hier begon het een beetje mee. De Borstkankervereniging Nederland had in kaart laten brengen hoe de beschikbaarheid was van Herceptin. Op dat moment. Herceptin was toen echt een nieuw veelbelovend middel. Er was niet echt een ander goed alternatief. Dus op het moment dat patiënten dit middel niet kregen en er wel medisch gezien noodzaak toe hadden, was er echt een sprake van onderbehandeling. Ja, dit kaartje geeft heel mooi in beeld waar is de toegang slecht en waar is de toegang goed. Groningen is hier overigens niet groen, dus misschien is daar in de 10 jaar tijd wel wat veranderd. In 2007 besteedde de Volkskrant weer aandacht aan postcodegeneeskunde. Er waren toen bezuinigingen aangekondigd en de NVZ maakte zich daar nogal zorgen over. Ze vertelden dat zij vrezen dat ziekenhuizen die krap bij kas zijn de neiging hebben om dure geneesmiddelen niet meer te gaan geven of misschien zelfs wel te stoppen met bepaalde specialismen waar veel dure geneesmiddelen worden voorgeschreven. En ook, Bart, daar komt ook jouw verhaal, of dat ze een heleboel patiënten maar gaan doorverwijzen naar de specialistische centra, waardoor die specialistische centra dan weer een onevenredig aantal hele dure patiënten, om het oneerbiedig te zeggen, gaan krijgen.
stapje in de tijd. Hier is ook nog aardig wat ophef over geweest in 2010. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht kondigde aan dat zij voor een bepaalde immunologische ziekte patiënten alleen nog maar gingen behandelen als zij in een bepaald postcodegebied woonden. Woonden ze daar buiten, moesten ze maar een andere plek op gaan zoeken. Dit is denk ik wel echt het meest letterlijke voorbeeld van postcodegeneeskunde wat ik kon vinden. Ze zeiden nou eenmaal, we moeten bezuinigen en die geneesmiddelen, dat kost ons heel veel geld, dus daar stoppen we maar gedeeltelijk mee. Nou, dit leidde natuurlijk tot ophef in de media. De SP sprak dan ook van onaanvaardbare postcodegeneeskunde en wilde dan ook dat minister Klink ingreep. Ik heb niet terug kunnen vinden dat dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Wat wel is gebeurd en wat al voorspeld werd door de NVZ, is dat anderhalf jaar later het AZM inderdaad twee specialistische afdelingen van het ziekenhuis heeft gesloten. Een één-op-één verband, ik kan het niet aantonen, maar dit is in ieder geval wel wat is gebeurd. In 2013 was er weer wat aandacht voor postcodegeneeskunde. Toen werd er gezegd, wat er eigenlijk nog steeds denk ik heel actueel is, het feit dat een ziekenhuis elk jaar moet onderhandelen met zorgverzekeraars over die dure geneesmiddelen, dat er steeds nieuwe geneesmiddelen bijkomen, maar de pot nooit groter wordt. Ergens gaat dat op een gegeven moment wringen. Er werd ook gezegd, als die pot dan leeg is, dan moeten die geneesmiddelen uit het normale ziekenhuisbudget betaald gaan worden. Nou, dit is een prikkel voor ziekenhuizen om hiermee te stoppen. Hetzelfde jaar waar dat onderzoek van Karin Uyl ook uitkwam. Professor Kees Punt, oncoloog, zei dat postcode geneeskunde echt helemaal terug was. En dat patiënten die toevallig in de buurt wonen van een ziekenhuis waar geen geld meer is voor de dure geneesmiddelen, dat die ook echt slechte toegang hebben op die geneesmiddelen. Wat toen ook in het nieuws kwam, ook voorspeld door de NVZ, dat die kleinere ziekenhuizen steeds meer gingen verwijzen naar die dure specialistische centra. Werd geconstateerd door het AVL. Wat het AVL ook constateerde, is dat veel van de patiënten die zij kregen niet getest werden voor specifieke mutaties. Terwijl dat wel heel belangrijk is om de goede behandeling te bepalen. Het AVL vermoedde op dat moment dat dat kwam doordat op het moment dat je zo'n genetische test doet en de uitkomst is dat iemand een bepaalde mutatie heeft, dat je dan dus moet starten met zo'n heel erg duur geneesmiddel. Is ook een beetje giswerk, dat is ook niet onderzocht, maar dat is wel wat het vermoeden, dat vermoeden bestond wel bij het AVL. Ik ga dit plaatje even uitleggen, want ik moest er zelf ook een poosje naar kijken voordat ik het goed begreep. In 2015 heeft het Zorginstituut bij 8 dure kankergeneesmiddelen gekeken naar hoe de verspreiding was over de ziekenhuizen in relatie tot de patiëntenaantallen. Nou, wat je ziet, hier op de as is het aantal patiënten wat een specifieke behandeling krijgt bij een diagnose darmkanker. Dat zijn dus al die oranje balkjes. Daar zie je het percentage patiënten wat het geneesmiddel krijgt. Op de as aan de linkerkant zie je het aantal patiënten wat er in die specifieke ziekenhuizen is. Nou, daar zie je dus een hele mooie balkje. Je ziet niet echt een relatie hier tussen hoeveel patiënten er waren en hoe die patiënten behandeld werden. Nou, hier was dus voor 8 middelen onderzoek gedaan. En ook hier zagen alle 8 plaatjes er min of meer hetzelfde uit. Het Zorginstituut zei zelf al, het interpreteren van deze gegevens is echt niet zo eenvoudig. Wil je dat goed doen, moet je echt veel meer in de diepte gaan kijken. Zou je een apart onderzoek moeten uitzetten, want dat haal je niet rechtstreeks uit de data die beschikbaar is. Wel even terug. Want wat zij wel, die conclusie, wat zij gaven, is wel dat zij geen enkele relatie zagen. Ze hadden het niet statistisch getoetst, maar ze zagen geen enkele relatie tussen hoe de patiënten werden behandeld en hoeveel patiënten er werden behandeld en hoeveel patiënten er waren in zo'n ziekenhuis. Vond ik toch wel een opmerkelijke conclusie, ook met het ontbreken van de nuance.
Afgelopen juli presenteerde de NZA een rapport. Zij hadden onderzoek gedaan bij de ziekenhuizen of er knelpunten waren in de financiering van dure geneesmiddelen. Nou, wat ze vonden is dat 42% van de zorgaanbieders daadwerkelijk deze knelpunten ervaarden. Maar dat 47% van deze zorgaanbieders dit niet meldt bij hun zorgverzekeraar. Of bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Nou, ik vond dat wel opmerkelijk. Op het moment dat je natuurlijk een probleem hebt vanuit financieel oogpunt met het behandelen van jouw patiënt, ja, is het op zich een logische route om in gesprek te gaan met de zorgverzekeraar. Misschien dat hier ook het vertrouwen een beetje een rol speelde. Het is goed dat Bart zegt dat vertrouwen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan het groeien is. Want dat is voor dit soort dingen wel nodig. Wat ook opvallend was, dat in de contracten die er waren tussen de aanbieder en de zorgverzekeraar heel weinig was afgesproken over wat moet je nou doen als dit soort knelpunten er zijn. Toch was de eindconclusie van dit rapport dat op basis van de informatie die de NZA had gevonden, dat er eigenlijk geen reden was om aan te nemen dat er ook daadwerkelijk patiënten werden onderbehandeld. Want wat zeiden zij, of wat zeiden de mensen die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek, nou, als zo'n knelpunt er is, dan wordt zo'n patiënt verwezen naar een ziekenhuis waar wel nog genoeg budget beschikbaar is om zo'n duur geneesmiddel te kopen. Nou, als dat zo werkt, is dat in ieder geval mooi voor de toegankelijkheid, wel vervelend voor een patiënt die heen en weer moet gaan tussen bepaalde instellingen. En het lijkt me voor voor een patiënt ook vervelend dat hier, naar wat ik verwacht, op zijn minst ook een wachttijd zit. Ik weet niet hoe de ervaring hier is, maar wat ik hoor van veel mensen in mijn kennissenkring, als je gaat van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis, moeten er een heleboel testen weer opnieuw gedaan worden. Het dossier verhuist al mee, maar elk ziekenhuis werkt toch heel graag vaak met zijn eigen uitslagen. Nou, wat ik nu heb laten zien is een paar voorbeelden van waar die postcode geneeskunde mogelijk een rol speelt. En ook een conclusie van de NZA dat het in de praktijk wel meevalt. Ik vind die conclusie best wel lastig te rijmen met alle andere dingen die ik heb gelezen over postcode geneeskunde. En de onderzoeken die door het Zorginstituut en door het IMTA zijn uitgevoerd. Toch twee instituten waar ik normaal best wel veel vertrouwen in heb. Die echt een ander beeld laten zien, denk ik, dan de conclusie van de NZA. Nou, waar ligt dat dan aan? Een van de dingen is natuurlijk het hoofdlijnenakkoord. De behandelopties groeien jaarlijks, het budget groeit niet mee. Ik heb 3 kinderen, dat is een beetje lastig als die kinderen elk jaar maar groeien. Maar ik pas hun kleding niet aan. Op een gegeven moment snapt iedereen, daar zit dan toch een probleem. Er zijn een heleboel andere manieren om dat misschien op te lossen. Geld uit andere dingen te gaan halen, efficiënter te gaan werken. Maar uiteindelijk, zolang de behandelopties groeien, lijkt het me heel moeilijk om het budget nagenoeg gelijk te houden. Verder wat ook nog vaak wordt aangegeven is dat niet elk ziekenhuis is heel goed van op de hoogte welke nieuwe geneesmiddelen er nou komen gedurende het jaar. Als zo'n geneesmiddel niet al is gebudgeteerd bij het ziekenhuis, is het best wel lastig voor veel ziekenhuizen om geld vrij te maken om dan zo'n nieuw duur geneesmiddel toch nog te gaan geven aan patiënten. De NVZ heeft een enquête gehouden in 2015, ook onder de ziekenhuizen. En daar gaf 76% van de ziekenhuizen aan dat er eigenlijk geen toereikende afspraken gemaakt konden worden over het verstrekken van alle noodzakelijke dure geneesmiddelen. Dus dat lijkt me toch ook echt wel een signaal. Ze gaven verschillende redenen aan waarom dat dan is. Al die redenen waren eigenlijk wel financieel. Het plafond wat afgesproken was, was gewoon niet voldoende. De plafonds, daar zaten inderdaad die nieuwe geneesmiddelen nog niet in. Er was toch een grotere groei dan was afgesproken in het plafond. Er waren onvoorziene wijzigingen in patiëntenaantallen wat meespeelde. Verzekeraars stonden niet open voor nakalculatie voor dure geneesmiddelen. Dus het risico lag eigenlijk volledig bij de ziekenhuizen. En wat ze ook gaven is dat sommige verzekeraars bij voorbaat grotere kortingen berekenen voor middelen zoals de TNF-alfa's. Omdat zij verwachten dat het ziekenhuis in onderhandeling met de farmaceut ook die kortingen wist te bedingen. Dan hebben we nu natuurlijk het nieuwe regeerakkoord. Eigenlijk heeft Menno alles al een beetje verteld dat op deze slide staat, logisch. Er moet 1,9 miljard
euro per jaar bespaard worden. Waarvan niet alles gaat vallen natuurlijk binnen de dure geneesmiddelen. Maar wel een deel. Hoe staat niet uitgewerkt, dat moet dus nog blijken. Er stond wel een soort van dreiging in. Als de uitgaven hoger uitvallen, wordt het macrobeheersingsinstrument ingezet. Ik weet niet precies wat dat instrument dan in praktijk gaat inhouden, maar het klinkt wel een beetje als, let op, als het niet gaat gebeuren, dan regelen we het alsnog via een andere weg. De NVZ heeft hier inmiddels al een reactie op gegeven en gaf ook aan dat zij vinden dat deze besparingsactie niet past bij de toenemende zorgvraag. De ziekenhuizen hebben naar hun idee heel hard bijgedragen aan het proberen de kosten te beperken de afgelopen jaren. En dat het ook paste bij de crisis die er toen heerste. Maar nu dat de crisis voorbij is, dat ze hier eigenlijk niet zo voor openstaan. Kijk, het NVZ is natuurlijk een belangrijke belanghebbende hierin, dus die reactie begrijp ik ook wel. Maar er is ook een CPB-analyse gedaan over de budgettaire effecten van het regeerakkoord. En wat zij daar zeggen, zij gaan in op de intentie om die hoofdlijnakkoorden in combinatie met macrobeheersing toe te passen. Nou, hun conclusie is eigenlijk, als je deze ombuigingen gaat toepassen, dan zul je zien dat er de lagere zorguitgaven ofwel leiden tot minder zorg, ofwel leiden tot een daling van de kwaliteit van zorg. Ja, wat kan je dan doen ja, als ziekenhuis? Aan de ene kant niet zo heel veel, want er komt niet opeens een zak geld bij, omdat je het niet eens bent met een beslissing die het kabinet gaat nemen. Maar goed, er zijn wel wat dingen die je zou kunnen doen. Weet in ieder geval heel goed wat er op je afkomt. Breng de verwachte financiële gevolgen in kaart. En identificeer ook waar die belangrijke knelpunten is. En ga ook toch in gesprek. Als ik inderdaad zie dat zoveel mensen op het moment dat de knelpunten ontstaan niet bij de zorgverzekeraars aankloppen. Zelfs als het voor het je gevoel niet zoveel oplevert, lijkt het me toch heel waardevol dat je dat met z'n allen wel gaat doen. Want als je het niet aankaart, dan zal je zeker niet gehoord worden. De NZA heeft in het rapport van juli dit jaar ook mogelijkheden aangeboden aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars om hiermee om te gaan. Ook deze oplossingen lossen het gebrek aan grote zak geld niet op. Maar goed, wat zij wel aangeven, maak vooral heel duidelijke afspraken. Ook een oproep aan de beroepsgroep, publiceer en communiceer het beleid voor de nieuwe geneesmiddelen en indicaties veel sneller. Ja, dit is makkelijk opgeschreven, maar iedereen weet vanuit ervaring dat een nieuwe behandelrichtlijn, dat is niet iets wat elk half jaar op papier komt. Daar is consensus voor nodig van een heleboel mensen in het veld. Dan is er vaak ook nog soms wat frictie tussen specialistische ziekenhuizen en de algemene ziekenhuizen. Nou ja, het is een leuk advies en ook een heel mooi advies, maar in praktijk werkt het denk ik toch niet zo simpel. Als er dan wel zo'n beleid is gepubliceerd, raden ze natuurlijk aan de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. Sluit je dan ook aan bij dat beleid? Logisch, maar als het beleid inhoudt dat er heel veel meer geld moet komen, dat geld is er niet, is dat in praktijk, lost dat het natuurlijk ook niet op. Eén ding wat voor patiënten belangrijk is dat je dat de zorgverzekeraar goed paraat heeft en duidelijk heeft als een bepaalde patiënt een geneesmiddel ergens niet kan krijgen, waar kan je dat middel dan of die behandeling dan wel krijgen. Dat lijkt me wel ook een goede tip. Zorgverzekeraars zouden meer ruimte moeten hebben voor maatwerk en ze moeten ook en de zorgaanbieders moeten ook de zorgverzekeraars actief betrekken wanneer patiënten doorverwezen moeten worden. Ook dat sluit weer aan op die communicatie. Een van de dingen die de NZA ook zei, maak bijvoorbeeld gebruik van die horizonscan die het Zorginstituut publiceert. Daar staat al best wel veel in. Ik ga daar iets dieper op in. Nou, wat is die horizonscan? Die horizonscan geeft aan welke nieuwe innovatieve geneesmiddelen verwacht worden op de Nederlandse markt.
Het brengt patiënten, behandelaars, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheidsorganen vroegtijdig op de hoogte welke geneesmiddelen komen en wat de mogelijke effecten zijn. Ik denk dat er een aardig overzicht in staat van welke geneesmiddelen er aankomen, wat de effecten zijn. Je zal wat snapshot laten zien. Is denk ik nog niet zo inzichtelijk gemaakt met die horizon scan. En al helemaal niet wat dan de effecten zijn voor je individuele ziekenhuizen of instelling. De horizon scan van het Zorginstituut kijkt 2 jaar vooruit. Maakt gebruik van allerlei werkgroepen die input leveren om die horizon scan in kaart te brengen. In het rijtje heb ik ook farmaceuten toegevoegd. Staat niet op de website, maar ik weet dat farmaceuten aardig wat bijdragers leveren om die horizon scan mogelijk te maken. Dus ik dacht, laat ik ze worden vaak vergeten, maar laat ik ze hier toch ook noemen. Hoe ziet dat er dan uit? Eigenlijk is het een heel simpel, dit is een PDF, maar je mag ook het Excel-file opvragen. Dat staat op de website. Je ziet hier heel globaal van welke nieuwe geneesmiddelen, voor welke indicaties, wanneer worden ze dan verwacht. En ook nog, wat kost het dan ongeveer? Maar dan gaan we daarna kijken, dit ook, nu hoop ik wel lezen. De rechter kolom geeft de price range aan. Ja, wat je daar dan ziet van de nieuwe geneesmiddelen die komen, is dat bij ongeveer de helft van de geneesmiddelen geen verwachte price range staat. Ja, dan is het wel heel erg moeilijk om je als ziekenhuis goed voor te bereiden. En dit gaat dan, dit was dan het stukje voor 2018. Dan heb je ook nog het stukje voor 2019. Of de middelen die in 2019 op de markt kwamen. Daar stond eigenlijk bijna nergens nog een price range. Is er ook nog een andere horizon scan op maat die helaas jammer genoeg nog niet openbaar is en het misschien ook niet wordt. Het is ook work in progress. Wat wij doen is wij kijken 1 jaar vooruit. We doen dan we hebben niet een Excel-file met één scherm. We hebben ongeveer 120 tabbladen, denk ik. Voor elk nieuw geneesmiddel hebben we een apart tabblad waar we echt kijken in de diepte. Hoe ziet het behandelregime eruit? Is er ook een substitutieproduct? Wat zijn de kosten per maand? Wat is de prijs per dosering? En ook er wordt ook een schatting gemaakt voor de uptake. Die uptake wordt ook precies onderbouwd. Dus je kan in dat bestand ook heel goed zien waar zijn de aannames op gebaseerd? Wat is de bronvermelding daarbij? En ook alles kun je handmatig aanpassen. Als je bijvoorbeeld denkt dat voor jouw ziekenhuis je weet dat de medisch specialist heel enthousiast is over een bepaald middel en daar een hele andere uptake voor dat ziekenhuis in voorziet. Het maakt onderscheid in feit en schatting. De horizon scan die wij gemaakt hebben heeft ook een prijsrange aan, of een verwachte prijs voor alle geneesmiddelen gebaseerd op diverse bronnen. Sommige aannames zijn echt assumpties en sommige dingen in het model zijn gewoon gebaseerd op feiten. Dat is allemaal goed te achterhalen wat het dan is. Wat denk ik ook interessant is, wat we nog niet hebben gedaan, maar wat we zouden kunnen doen, is zo'n horizon scan koppelen aan de adherentiegegevens van de individuele ziekenhuizen. Dus dan zou je ook een kostenschatting en een horizon scan echt op maat kunnen maken voor een ziekenhuis om in kaart te brengen wat de verwachte effecten zijn op het budget voor dat specifieke ziekenhuis. Zoals ik zei, het is work in progress. Een van de dingen die ik vind die er nog niet goed in zitten, zijn de substituties. Er zit namelijk wel een beschrijving in van welk middel wordt gesubstitueerd. En hoeveel zou dat dan zijn? Is dat een gedeelte of veel? Maar het zit nog niet in de prijsschattingen doorgerekend, in het totale budget. Dus dat is echt iets, een toevoeging die we nog zullen moeten maken. Ik heb ook wat snapshots laten zien. Er staan denk ik ongeveer 100 kolommen in dit bestand. Ik heb er hier een paar uitgehaald. Hier laat ik zien dat de therapeutische impact die verwacht wordt, effectiviteitsdata, of er wel of geen substitutie is, en substitutie ten opzichte van welk product, en de impact op substitutie. Daar zitten dan later ook nog wel allemaal kostencomponenten. Dit is gewoon echt een heel kleine snapshot uit het hele bestand. Wat we ook doen is een kostenschatting voor alle geneesmiddelen maken. Zoals je net bij het Zorginstituut zag, heb je voor de helft van de dingen heb je geen prijsschatting. Wij hebben hier onderbouwd een prijsschatting gemaakt voor
elk nieuw geneesmiddel met een best estimate, een minimum estimate en een maximum estimate. Wat je hier ziet, maar dat moet je dus niet te veel op focussen, maar is dat voor 2018 de best estimate zou zijn dat er 160 miljoen extra bij komt aan kosten voor nieuwe geneesmiddelen in 2018. Maar hier zit dus nog niet die substitutie in. Dus je kan deze uitkomsten niet rechtstreeks naar vertalen van dat is de impact die we voor 2018 zullen hebben op het macrobudget binnen Nederland. Dus die nuance is hier wel echt heel belangrijk om te beseffen. Maar goed, hoe mooier je het model uiteindelijk maakt, hoe zekerder zo'n schatting natuurlijk is. Dus de laatste snapshot is, dit is een van de bladzijden echt per product. Dus hier zie je in alle referenties en alle aannames, je ziet als je goed kan kijken ook een E en een F. Een E is estimate, F is fact. Nou ja, dit voert te ver om je helemaal door dat bestand heen te praten. Ik wil alleen laten zien dat we dus per product dat in kaart brengen. Dat over de horizon scan. Dit was wat ik jullie wilde laten zien. Ik heb nog een conclusie. Ik denk wat duidelijk is, ook nu weer met het nieuwe regeerakkoord. De financiële issues rondom dure geneesmiddelen zijn nog lang niet over. Het gaat naar verwachting als alles uit wordt gevoerd volgens het regeerakkoord, denk ik alleen maar verder wringen. Daar kun je je als ziekenhuis moeilijk tegen wapenen. Je kan je wel enigszins voorbereiden. Zo'n horizon scan op maat zou kunnen helpen. En een ander heel belangrijk punt, ik heb het al twee keer genoemd, maar is toch informeer die zorgverzekeraars. Neem ze mee in waar je tegenaan loopt in de dagelijkse praktijk. Dankjewel. Okay, Marieke, dankjewel.